vandaag testen we het Mona toetje van de maand. Franse appeltaart. Dit zijn kleine toetjes. Kosten op dit moment 69 cent bij de Dirk per 2. Mijn huisgenoot heeft hem al op. En het zijn van die typische toetjes die als een taartje blijven staan. Het principe is eigenlijk simpel. Je trekt het label eraf. Zit je op een bord. Dan heb je boven een puntje. En dan prik je een gaatje in. Komt er dus lucht bij op die manier. En plotseling wordt het ding niet meer door de atmosfeer vastgehouden. En tadaa. Heb je een taartvormpje. Dan moet ik zeggen dat het taartvormpje van boven niet helemaal taartvormpje is gelukt. Maar goed, het zal dan wel komen omdat het te klein is. Het is schuimig. Nou, waarom blijft dit staan? Dat komt omdat er gelatine in zit. En dat is de reden waarom vegetariërs dit soort toetjes niet eten. Gelatine wordt namelijk gemaakt van dierenbotten. Het is eigenlijk gewoon gemalen bot, wat dan heel erg plakkerig wordt. En het is ook precies hetzelfde materiaal wat in papierlijm zit. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de pritstift, of wat je ook in een potje hebt, dat is wit. Nou, dat is gewoon gemalen bot. Dat plakt heel erg goed. Maar daarnaast zorgt het ervoor dat als je het in water of melk doet en je laat het dan een tijd lang staan, dat het massief wordt. Of in ieder geval dat het een gelatineachtige massa wordt. Dat geldt dus ook voor jam en voor zult voor dat vlees met zo'n gelatinelaag erin. Daar zitten dus vleesproducten in. En vegetariërs, die weten dat. En die mogen dat dan allemaal lekker niet hebben. Nou is er gelukkig een alternatief voor gelatine. Ik ben even de namen voor kwijt, hoe dat heet. Maar goed, er zijn dus voedingsmiddelen waar gewoon een plantaardige vorm van gelatine in zit. En ja, die mogen de vegetariërs dan wel eten. Dus het is niet helemaal hopeloos. Alleen, dat spul is natuurlijk omdat het minder wordt gebruikt. Dit is gewoon afval. Een stuk duurder. Nou, al dat gelul in de ruimte. Gaan we ook nog even proeven hoe het smaakt. Het is schuimig. Ik vraag me af of dit trouwens wel een gelatine versie is. Dit is echt een mousse. Maar de meeste Mona toetjes dus wel. Hè? Dus de griesmeelpudding. De griesmeelpudding ook niet. Die is ook stijf uit zichzelf. Maar goed, de vanille. Alles wat glibbert en blijft staan van de Mona, daar zit gelatine in. Maar je hebt ook wel die glibbervla, die doorzichtig is. Die vind ik heel erg lekker, maar die kun je bijna nergens krijgen. Dat is ook gelatine. Ja, ik vind hem heel erg lekker, eerlijk gezegd. En er zitten ook stukjes appel in. Ja. Kijk, dan zou ik een kleine puddingje eten. Ik krijg ook niet te veel binnen. Robin! Robin! Oeh ja, dat lusten we wel. Oh ja, dat dacht ik wel. Nou, wel meneer wel meer, hè? Wat hier. Hier. Even. Ik heb soms het gevoel alsof Robin een beetje cameravrees heeft. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Wat dit betreft wordt mijn hond echt verwend. Mijn kat die is dat allemaal niet. Hè? Ja, af en toe, als ik vanillevla heb, dat wil mijn kat ook. Ondanks dat het zoet is. Zoet dat vindt ze niet zo. Maar vanillevla, dat wil er wel in. En slagroom, maar dat heb je al gezien. Maar pudding en zo, nee. Koekjes, nee. Vlees, kip, dat is lekker. Doen we ook een keer samen met kip. Nou ja, ik zou zeggen, dat was het Mona toetje. Heb je weer wat geleerd? En tot de volgende keer. Als de vulling, ik ben blij dat ik niet een hele fles in heb gegooid. Ik krijg het er warm van en ben blij dat ik. Huh? Oh.